Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Leuk dat u weer kijkt naar Excelsior 31 TV. Komende donderdag is het zover. Dan speelt Excelsior 31 in de Toto KNVB-beker tegen FC Utrecht. Een bijzonder duel voor Corné in het hout. De verslaggever kent Excelsior 31 goed van zijn tijd bij Flevo Boys TV. Momenteel werkt hij bij de mediaafdeling van FC Utrecht. Nou, zoals ik Excelsior 31 zie, is eigenlijk gewoon een club die gewoon zeer goed georganiseerd is. En dan heb ik het over het mediagebied alleen al. Dat is misschien niet het belangrijkste van voetbal, want dat is natuurlijk een mooi iets wat erbij komt. Maar dat Excelsior 31 TV ben ik zelf wel een groot fan van. Maar ja, kijk even achter je, die tribune. Dat zie je niet heel vaak, dat het zo goed voor elkaar is. Ja, en dan hoeven we nog niet eens te hebben over het voetbal zelf. Want ja, dat is natuurlijk ook gewoon, zoals ik dat zie, door de jaren heen altijd wel met een bepaalde aanvallende intenties. Jongens uit de regio, aangevuld met een paar jongens die echt voor nog meer kwaliteit kunnen zorgen in het team. En ik denk dat dat er ook voor heeft, erin heeft geresulteerd dat die club in ieder geval op hoogklasse niveau en nu ook op derde divisie niveau laat zien wat het kan. De spelers die mij echt op zijn gevallen in de afgelopen jaren bij Excelsior 31 zijn in ieder geval Hakim Esasafi, maar dat zal voor meerdere zo zijn. Man met een fantastische techniek en een neusje voor de goal. Kan genieten van de routine van Nick Davina, man die hier al jaren zit. Misschien wel Mr. Excelsior 31 genoemd kan worden. Maar ook jong talent wat eraan komt, Stefan Maat. Ik bedoel, jongen die geeft paasjes, dat is echt, vind ik, van de buitencategorie op dit niveau. En ook Jasper Veldkamp vind ik ook fantastisch om naar te kijken. Dat is, die heeft al vorig jaar weliswaar in de tweede gespeeld. Maar het is ook een jongen die nu weer helemaal opbloeit bij Excelsior 31. Dus dat vind ik ook wel mooi om te zien. Dus ik denk dat die vier wel spelers zijn voor mij die ik wel heel tof vind om te bekijken. Ja, ik kijk heel erg uit naar de wedstrijd van donderdag. En het mooie was wel. Vorige wedstrijd moest Excelsior 31 natuurlijk winnen om in deze ronde van de KNVB-beker te komen. En binnen de mediaafdeling van FC Utrecht woont een aantal mensen in Brabant. Dus die waren er voorstander van dat die andere club door zou gaan. Maar ik was de enige die echt heel erg expliciet zei van nee, het moet Excelsior 31 worden. Is het alleen al om de ligging van de club, maar bovenal ook gewoon om de band die ik soort van heb met Excelsior 31. Want ja, het is gewoon, zoals ik dat zie, een fantastische club in het amateurvoetbal. En ik volg die club nog steeds eigenlijk. Dus het is niet dat ik echt bij een onbekende club terechtkom. Want Excelsior 31 heb ik jaren gevolgd, volg ik nog steeds. En dat zal de komende jaren niet echt verdwijnen. Ik heb er gewoon iets mee. Ja. Je ziet natuurlijk altijd dat er amateurclubs zijn die clichématig kunnen stunten in de KNVB-beker. En het is echt aan Utrecht om te zorgen dat het, ook weer een cliché, niet bij de verrassingen gaat horen. En ik weet 110% zeker dat de voorbeelden die er hier zijn geweest, onder andere Willem II bijvoorbeeld en Excelsior, de ploegen die het hier echt heel moeilijk hebben gehad en die er ook af zijn gegaan, dat het hele mooie voorbeelden zijn voor FC Utrecht, dat het niet de volgende club wordt die er hier uitvliegt. En ik weet eigenlijk wel zeker dat de wedstrijd niet wordt onderschat bij FC Utrecht, want het is een volksclub. En wat ik merk is dat bij zo'n volksclub dat het extra leeft om de finale van een KNVB-beker ooit te halen. En het is ook de kortste weg naar Europees voetbal. Kijk, voor Excelsior 31 zal het leuk zijn om mogelijk nog een ronde te overleven. Maar voor Utrecht betekent het gewoon echt mogelijk de Europa League. Dus ze nemen het echt bloedjes serieus. En ik weet ook dat de technische staf ook behoorlijk veel scoutingswerk heeft verricht hier op de Koerbad en ook bij uitwedstrijden. Dus ga er maar vanuit dat ze wel voorbereid zijn. Ja. Ja, ik hoop dat heel Reis naar de Koerbad komt voor de wedstrijd van donderdag. En ook vanuit Utrecht natuurlijk dat er wel de nodige uitsupporters meegaan. Ik zeg niet hoeveel supporters er meegaan, maar ik denk dat we donderdag met z'n allen gewoon een hele toffe wedstrijd gaan beleven. En het heeft toch iets met bekervoetbal. Hè. Niet in een groot stadion, maar gewoon hier op de Koerbad. Misschien wel een soort van mooi stadion, maar dan een mooi stadion in het amateurvoetbal. Dus, ja. Het bekerduel tegen FC Utrecht start komende donderdag om 6:30. Hier kijken we met z'n allen natuurlijk ontzettend naar uit. In verband met deze wedstrijd zult u extra uitzendingen van ons zien komende dagen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende uitzending.
Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.